Welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van De Beert. Campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worry soon disappears. When we are together, together in our motor home, the Beert. Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Hoi, hoi, leuk dat jullie weer kijken. Wij zijn nog altijd in Alhama de Granada. En we lopen nog steeds langs dat prachtige dal op. Wij zijn gisteren al eventjes het centrum in geweest. Heel gezellig, heel leuk. Wel was alles gesloten. Ik denk dat het alles te maken heeft met het feit dat het morgen 1 mei is. Dus dag van de arbeid. En Ingrid is dan jarig. Dus ik zet hem morgen goed aan het werk. Oh nee, juist niet hè. Het dag van de arbeid hè. Nou ja, hier noemen ze dat dan dus ook dag van de arbeiders. Of ook wel, dan is alles in het voordeel van de arbeiders. En dan zie je hier nog wel veel protesten gaande zijn. Protesten voor hogere salarissen. En nou ja, goed, allemaal dat soort ongein. Maar goed, we zijn gisteren dus al even het centrum in geweest. En gezellig terrasje gepakt. En vooral dat laatste stukje. Dat is ontzettend mooi. Ja. Prachtig. Langs een prachtig kerkje op. Meerdere kerkjes trouwens, maar die laatste was wel echt heel mooi aangelegd. En die bestrating hier ook. Ja, dat valt er echt op hier. Zo prachtig. Je zal maar stratenmaker zijn in Spanje, zeggen wij wel eens. Jongen. Het is bijna mozaïeken wat ze doen. Ja, prachtig. Goed. Ik ga voor jullie die beelden van gisteren er even tussen zetten. Van gisteravond. En dan lopen wij ondertussen door. Want gisteravond, dan gaan jullie de zoom te zien. Stonden we op een gegeven moment bij een van die kerkjes bovenaan. En keken we zo naar beneden. Zo'n cliff in. Of een afgrond in, hoe moet je het zeggen. En daar stond, daar loopt een wandelroute langs. Er staat ook een vervallen huisje. En die route zijn wij nu aan het bewandelen. Dus ik zet nu die beelden van jullie ertussen. Van gisteravond. Met dan het uitzicht naar het huisje. En nu maken we de wandeling naar het huisje. Dus dan komen we straks weer bij jullie terug met die beelden. Even gezellig een drankje op terras. Maar wat ze nou op tafel zetten, hebben we nog nooit gezien. Dat is nou nog eens letterlijk vis en chips. Ik ken het niet. Jij? Nee,
Nee, ik ook niet. Vis en chips inderdaad. Weet dat je het wil zeggen. En? Hoe bevalt het, Ingrid? De vis en chips? Ja, vis. Nou, komt. Het is echt vis met chips. Het is echt vis met chips. Maar het is in combinatie goed te eten. Ik zou er zelf nooit voor hebben gekozen. Nee. Maar zo om te proberen. Ja, gelijk heb ze. Het is in combinatie heel lekker. Chips. Met een stukje vis. Nom, nom. Het is apart. Wat zagen jullie, jongens? Nou, een man stond te gluren. Daar stonden we gisteravond. Wat is te zien, Deon? Ja, gewoon een gang. Een gang? Beetje veel stof, mensen, wat ik in beeld krijg.
Zijn we boven? Ja. Ja. Hele arm zit onder. Ja, dat zal wel. Die hebben een witte tattoo. Kijk, onze supporters staan beneden. Zo, nu weer terug. Oeh, dit is een rottig stukje zo. Ja, ik ben Spider-Man, ik kan dit allemaal. Nou, papa niet. Bro, als er hier een spin zet, ik ben weg. Ah! Ja, maar dan ook weer in het donker hoor. Kijk, nou zien we hier een informatiebord. Wat die spelonk daar moet voorstellen in de bergen. En dan vervolgens een foto gemaakt van het dorpje. We zullen eens kijken of we dit beeld kunnen benaderen. Nou, de lucht is iets minder blauw. En het is hier bewoond. Maar we zijn wel weer bovenaan gekomen. En wederom support vanaf beneden. Gewoon water, dus geen riolering. Het is een bedrijf geweest of iets dergelijks, want bij de Sierra Nevada. Of het wel zo denken zo. Wat een witte pluis ik ben er weg.
Terwijl de rest alweer naar boven is, hebben we hier nog te maken met, inclusief mijzelf, drie nieuwsgierige aagjes. Die hier ook nog weer een pad zagen lopen. Gek genoeg leek dit hier dan weer minder te zijn vervallen. Nou, ik heb Jip en Janneke ook mee, zoals jullie zien. Jip en Janneke op avontuur. Nou, ik hoor Takkie op de achtergrond. Nou, en terwijl Jep en Janneke nog even verder op avontuur gaan, draai ik voor jullie even naar dit bord. En dan hebben jullie allemaal informatie. Ik zou zeggen, zet het beeld even op pauze, want ik ga het niet allemaal oplezen. Maar dan zien jullie dus precies waar we net zijn geweest. Nou, heel interessant hoor. Dan heb ik ook gelijk antwoord op dat fabriekje waar we net langs heen liepen. Dat is dus een meelfabriek geweest met meel, bloem, granen. En daar zijn die machines dus ook voor geweest die we net zagen staan. Dus nou ja, hebben we daar ook weer antwoord op. Maar goed, inmiddels hebben wij genoeg gewandeld. En gaan wij de rest weer opzoeken. Want die is nog ergens een kilometertje of drie verder naar boven. Kijk eens, en daar is de rest. En die hebben ook weer wat meegemaakt. Wat je gevonden vindt. Een mantis. Mooi. En Ingrid heeft hem gefilmd. En op foto. Nou, dan kan ik dit beeld mooi voor jullie ertussen zetten. Echt mooi, zie je. Wat een apart beest. Hij gaat op je schoen. Hij klimt boven op je voet. Oh, hij is wel mooi van kleur, zeg. Ja, hij is heel mooi. Oh, oh, tegen de muur op. Jeetje. Zou ik kijken wat hij tegen je stond? Bij zijn kont? Ja, zodat hij naar boven gaat. Jeetje, wat een paar ding. Oh, hij zat aan mijn hand. Papa! Oh, jij hebt hem. Kom hier even, Deon. Deon, schat. Ik was aan het filmen. Nee, Vince. Jawel, jawel. Dat beest doet niks. Op. Jeetje, Vince. Wow, kijk dan. Wow, yo, Vince. Hij is mooi. Hij is gewoon aan het chillen op jou. Roep papa. Nee, maar papa zit beneden bij die ruïne, schat. Bel papa. Wat mooi. Hij heeft nu de pootjes weer tegen hem aan zitten. Niet doen, Deon. Niet doen. Jeetje, wat een apart ding. Maar ik vind hem mooi. Hij is waar, mooi. Laat eens foto's zien. Waar lijkt dit op, zei je Vince? Een mantis, vond ik. Maar je hebt het althans, in het spel wat ja, ik speelde, ik ben bezig heeft met een mantis. Oké. Okay. Zoek eens op. Nee, dat kan ik niet, schat. Ja, ik ben aan het filmen, hè? Ja. Ja. Kijk. Heb je ook koekelens? Ja, dat zei ik. Ja. Wat zei je? Koekelens. Fotootje maken. Komt er vanzelf uit wat er... Ja. Jan gaat de deur weer maken. En we worden gecreëerd. Jullie zien het in dit item. Zo laat het er weer.
toch nog niet helemaal klaar. Net, nee. Net dacht je van wel, maar er mist toch nog iets bij de oogjes. Ik had de venister op zitten inderdaad. Maar een zwarte hond is altijd heel lastig om die lichtval erin te krijgen. En dan zeker als de zwarte vacht tegen de ogen aan zit. En ik had al zoiets van, nou die ogen die vallen helemaal weg. Dat is niet, niet fraai. Nee. Dus, maar nu dacht je, ja, oh ik weet het al. Ik zie het nu, wat er mist. En dat is net iets een grijzig accentje onder het ooglid van het oog. Dus die ben ik nu nog aan het aanbrengen. Ja. En dan gaat er een laatste laagje vernis overheen. Mm-hmm. En dan is die dan is die klaar. Ja, zie je, zo springt het oog er net even iets meer uit. Tevreden? En dan krijgen jullie het eindresultaat te zien. Dus ik ga eventjes die ogen af proberen te maken. En dan, wat kijk, het was een lastige. Er is een vriesjes erbij. Volop in de bloemetjes. Is maar het te zien op beeld? Ik heb de zon. Je hebt de zon schitterend. Plat voor je houden? Ja, dat is beter. Prachtig in de bloemetjes. Mooi hond. Ook weer een hondje wat is overleden. Ach. Dus mensen wilden er graag weer... Ja, hij is wel heel mooi. ...steen ter gedachtenis aan van hebben. Onze lieve Flo, want zo heet ze. Mm-hmm. Heette ze. Ja, zo heet ze nog steeds, zeg ik dan altijd. Tuurlijk. En... Maar goed, ik laat zo meteen het eindresultaat van de steen zien. Nou, het eindresultaat. Beide zijn zo lastig met de zon van buiten in beeld te brengen. Dus ik ga een beetje spelen met het licht. Zo kunnen jullie dus redelijk de foto zien. En dan gaan we nu naar de steen. Ja, en die schittert dan vervolgens heel veel. Dus ik moet een beetje spelen zo met het licht, maar... Het is heel lastig. Maar dit is dus de steen geworden. Maar door de vernis schittert hij behoorlijk. Ook was de vraag, aangezien het een Friese daarbij was, om de Friese vlag erin te verwerken. En zoals jullie zien, ook dat is gelukt. Dus ik hoop dat ook deze dame weer tevreden is. Ingrid, het is 12 uur. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria. Vince, laat je horen. Ria, in de gloria. Hiepie de piep. Hoera! Hiepie de piep. Hoera! Hiepie de piep. Hoera! Wakker. Ja, dank jullie wel. Schat. Dank jullie wel. Dank Op je verjaardag, schat. Hiep de piep. Hoera! Zo, nou, inmiddels zijn wij gisteren verhuisd met Ingrid de verjaardag naar een plaatsje kort voor Granada. En nou ja, we staan even, ja, het lijkt me dat we er heel, heel luxe bij zitten, maar we staan momenteel op een soort industrieterrein, maar even van alle gemakken voorzien, waaronder dus die wok waar we gisteren even dankbaar gebruik van hebben gemaakt met jouw verjaardag. Heerlijk gegeten. Leuke dag gehad. Zeker weten. Ja, dankjewel. Wij doen als ouderen zijn er niet zoveel meer aan onze verjaardagen, nee. Maar we vieren ze wel. En nou, gisteren ook even voor jou lekker wezen uit eten met het hele stel. Was hartstikke gezellig. Nu alweer een dag verder, al een hoop gebruik gemaakt van alles wat het hier biedt. Want wat ik zeg, we zitten op een industrieterrein en
We zitten bij de Decathlon, we zitten bij diverse supermarkten. Er is een trampolinepark voor de kinderen. Een kartbaan. Een kartbaan. De bouwmarkt, want die had je hard nodig. Ja, ik moest even een klusje doen, maar dat zien jullie in de volgende video. Een Burger King. Een Burger King, ja, echt van alles zit hier. Een spring. Weer een grote China Store. Oh, ja. China Store. Ja. Dus, nou goed, weet je, dat gaan jullie allemaal zien in de volgende video. Valhalla voor de camperaars. Dat is de vriend. Dat is de Rico. Oh. Goed, ik ga hem afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Nogmaals, dank aan alle nieuwe abonnees. En ook voor alle nieuwe abonnees. Eventjes een tip van ons uit. Onze volgers vanaf het begin af aan, die weten allemaal dat mijn broer Lars ook in Portugal reist momenteel. Heeft daar eventjes gewerkt. Heeft daar zijn liefde leren kennen, Anke. Zij zijn momenteel samen aan het reizen. Dus wij geven als tip, volg hen ook, want zij vloggen tegenwoordig ook. Bij Lars en Anke. Ontzettend leuke video's maken ze ook. En dat zeg ik niet alleen omdat het mijn eigen broer is. Maar ze maken hartstikke leuke video's. En het is zeker ook eventjes te volgen waard. Is een wat jongere stel als dat wij zijn. Dus ze hebben weer een hele andere kijk op het leven. Dus misschien ook leuk voor de jongere kijkers onder ons. Wij zeggen, volg ook hen. En natuurlijk blijf ons ook volgen. Vond je deze video leuk? Geef dan dat duimpje omhoog. Leuke reacties zijn welkom. Ben je nog niet geabonneerd en zit je nog niet tussen al die vele nieuwe abonnees? Word er dan één, want het is hartstikke leuk. Ja. En het is maar een knopje die je in hoeft te drukken. Zonder addertjes onder het gras. Kost je niks. Kost je helemaal niks. Dus wij bedanken je voor het kijken naar deze video. En dan zien we jullie heel graag weer bij de volgende. Tot de volgende. Hoi hoi. When we are together, together in our motorhome, the beer.